Nou, ik heb nog nooit het verhaal van mijn oma gehoord. Dus ik vond het heel indrukwekkend eigenlijk hoe zij de verhalen vertelde. Ja, nou, die waren allemaal heel bang. En de kinderen worden ook wel bang gemaakt. Je merkt dat mensen die de oorlog hebben meegemaakt, het eigenlijk een beetje vermijden om erover te praten. En zij is er wel heel open over. Ik vind het ook heel leuk om te vertellen. Ja, nou, ik meest bang ben ik eigenlijk geweest toen de eerste bevieren overschotten. Maar dat was wel zo'n allemaal een kabaal, het hele huis zat trillen. Ja, en je weet niet wat er gebeurt, dus daar was ik wel heel bang. Maar dat waren hele dingen die door, als ze die opschotten, dan kwam er zo'n heel ding, net zo'n grote schoolkachel kwam er iets van. En je wist, die raketten wisten allemaal de zon, dat stond in dat, met het kasteel Oolweer, waar dat is. En dan een bocht in de weg, en dat rechtse stukje door, waar je daar rechts over nu schiet. Dus, daar hadden ze dat ook nog, was dicht beum, maar ook nog camouflage netten. En daar hadden ze dat spul allemaal zo. Maar ja, dat mochten natuurlijk geen mensen weten. Er mochten geen mensen binnenkomen als het bij ons is. Dat de landwachter bij een familie binnenkwam omdat er een onderduiker zat en ze wilden de onderduiker hebben. En dat vond ze ook wel heel spannend. Een jongen sliep recht die kant uit. Heel tengel keeltje. En mager. En wat een beetje uitgehongerd. En bij ons in het keuken ook geslapen, op een bedden staan. En ineens op een zondagmiddag, toen komt de landwachter aan. En met geweer erbij en groot geweld, bij mijn vader en opa. Waar is de onderduiker? Ja, we hebben geen onderduiker. Nou, moest hem dan wel hebben. En toen komt de jongen voor een dag en laat ze papier zien. Ja, toen was nog te jong. Dus ze konden nog niet oppakken. Dus hij mocht blijven? Toen mocht blijven. En ja, als een onderduiker had, dan opa of mijn vader ook met gewoon, dat had het ook niet goed gegaan. Hij had het ook opgepakt. Maar immer, de jongen die had papier goed in al. Maar hij was een jaar later bij 3 jaar al. Hij is op papier stond. Hij had geluk dat hij klein en mager was. Je leeft nu natuurlijk in de vrijheid. Je kan doen wat je wil. Ik kon de fiets pakken en naar vriendjes, vriendinnetjes gaan, naar school gaan. Ik zat in Holt op school om naar Holt te fietsen. Nou, dat kon zij natuurlijk niet. Ze mocht niet eens met de buurkindjes spelen omdat het te gevaarlijk was eigenlijk. De laatste 5 dagen voor de bevrijding waren erg spannend. Ja. Kun je daar ook nog iets over vertellen? Ja, toen in de kelder zitten even, maar vuurtijd was laatst meer. In 5 april werd ik bevrijd. Toen was onze buurjongen Jurg. Nou, vallen met spullen, dat ging weer nog wel vaker heen. En nou ja, waar we gespeeld hebben, dat weet ik niet, maar toen waren er schotten. En toen komt die van die auto, van die auto, die komt ook binnen. En zo'n vrouw met zo'n grote, dikke, zwarte jas aan, die komt op binnen en drukt ons zwart door. Ik denk, houdbaar kan, zo bang dat het was. Maar er bent bij dat huis, misschien 5-6 meter van huis, is een bom gevallen. En die ene, net 5 meter witter, en 3 bommen mensen met doorvallen. Zo'n beetje in de tuin. En toen waren ze weer rustig. Toen hebben ze alles opgehaald. En toen hebben ze nog weer begonnen te scheren. En hebben ze de deur de vuurkamer aan. Het was door de muren van de kamer geschoten. En we hadden opa, hij had zo'n stoel met zo'n hele hoge leuning. Zo'n eindje boven de stoel. Ze had zo'n groot gat, dan kon je het heel veel deur zetten. Nou, toen ik 15 was, kreeg ik gewoon telefoonhoesjes en kleren, deo, parfum, armbandjes, zulke soort dingen. Mijn oma kreeg een dambord. Ik heb nog een keer met Sinterklaas een dambord gekregen. Maar ja, moest je steden bij voorzichtig verzetten. Maar het was gewoon, dus die boeken waren gewoon op een schilder. Ja, opa had een kassenboom, was, daar stond een eindje in de weide en een bloeien zo mooi. En toen zat een duister bij mijn vader achter thuis en ik vond dat zo schön. Alles zo mooi bloeien. En de krieg maakt alles kapot, zeg. Maakt alles kapot. En waarom? Waarom? Ja, de laatste dagen. Dat we opgeproefd in de kelder zaten.
En toen nou moest hij eruit naar de wc, had dat niet zo hard geschoten. En ja, mijn vader moest ook nog melken, had het even rustig was. En de koeien moesten water hebben. Het rustig was, want de bak achter het huis van de koeien werd volgepompt. En dan kon je gewoon met nemen wat uitschepen, maar de koe nog even wat kreeg. Ja, dat we mocht schitten, dan moest hij de kelder weer in. En de zus trok de melk allemaal op die wand. En de melkbestand, dan scheppen ze met een grote papsleefje. Dat trokken ze allemaal op. Maar dan waren er weer zo harde schotten. En dan zijn de minen van de bakkersvrouw daar en dan zijn de minen die lijnen op de knieën voor het kelderraam. En zo had er weer zo'n knappe kwam, dan schreeuwen ze, oeauw. Maar toen kwam nooit iets. We moesten eruit. 500 meter verder was de Tommy. En dan kregen we een kwartier. Tiet moesten we met een witte vlaggen moesten we naar het dorp op aan de 500 meter. Daar. En stinken naar deel hoor. Allemaal rook. Och, ja, was wel allemaal overbrand bij Schoonveld en Wanziek en Kloosterboer en Brunk. En, ja, bakkerie was dat eerder overbrand. En de pastorie was in loggevloren en het dak van de kerk was erop. Witkamp was ook, ik weet niet wat er met gebeurd was, maar de Nilnoop dan zou ik maar zeggen, wat allemaal kapot was. Maar, dan weet je niet wat je zeer. Maar we hebben toch s'nachts overleefd en een andere man kon weer rummen. En wonderboom, wonders, huis stond er nog en feest stond nog op stal. Ja, de Duitsers hadden gezegd, niet waar, en moesten best allemaal zoveel voordeur. Als ze een paar dagen van komen, waren die opdrachten gezegd dat ze een paar dagen geen drinken kregen. Maar ze stonden allemaal nog. Bij mijn oom en tante ben ze allemaal doorgeschoten. Dan hebben ze vee allemaal doorgeschoten en toen thuis in brand gestoken. Bij een stoomdiek, voilà. Door iemand begraven, een soldaat, maar wat een, zo wat Duitser werd, denk ik. Maar dan keek ik een halve boom de grond zo kost. Ik heb ze later wel niet begraven, natuurlijk. Maar dan kijk je als kind waar raad in, ja. De tenen stokken er nog uur in en een helm was. Ja, we zijn de bevrijding tegemoet lopen. We moesten die 500 meter lopen en toen wou ik bevrijd. Toen wie van de woning weer kwam, toen kwam mijn Frits en zijn Mina er aan. En in een broekdiek. En dan de minnaar zei, we leven nog, we leven nog. Nou, en toen allemaal weer bij elkaar. En, Als je mensen hebt die er over willen praten, om daar gewoon heel aandachtig naar te luisteren. En het ook gewoon te respecteren. En als ze er niet over willen praten, dat je dat ook gewoon moet respecteren. Want het was natuurlijk geen makkelijke tijd.